In de gemeente Denderhouten werd op zaterdag 9 november de nieuwe bibliotheek officieel ingehuldigd. Terwijl we hier iemand horen een voordracht geven van de Academie Muziek, Woord en Dans, geven we even mee dat de renovatiewerken aan het pastorijgebouw gestart zijn begin maart. Aan deze nieuwe bibliotheek hangt een prijskaartje van een 118.000 euro, inclusief 6% BTW. De gemeente Haalsert wil met dit nieuwe bibliotheekfiliaal voor 100% inzetten op het belang van een eigen bibliotheek hier in Denderhouten. Nogmaals hartelijk welkom. Hier ziet u Bart Otwaan, de schepen van feestelijkheden, tevens ook bevoegd voor bibliotheek hier in de gemeente Haalsert. Het allerlaatste boek, het oude filiaal naar het nieuwe filiaal. De twee kindjes mogen het boek naar boven brengen, officieel aan de bibliothecaresse Hilde overhanden. Applaus! Bij deze is dus het laatste boek vanuit het oude bibliotheekgebouw naar het nieuwe bibliotheekfiliaal overgebracht. Dames en heren, alle aanwezigen, ook van harte welkom vanuit mezelf, maar ook van Haalsert Schepencollege op deze officiële opening. Ook de huidige burgemeester Veerle Bayes van de N-VA spreekt het publiek hier toe. Een ruim gevuld podium zoals je kan zien, Fedra van Keimolen, Lisa Houtman, Bart Welleman zijn hier ook aanwezig, Laurent Volkaert. Om langs te komen, want onze bib heeft iedereen graag welkom en lezen is voor de geest nog altijd wat beweging is voor het lichaam. Het doet dus ons allemaal deugd. Voilà. Bij deze is dan ook het officiële lint doorgeknipt van dit nieuwe bibliotheekfiliaal hier in de Nieuwstraat in Denderhouten. De Koninklijke Muziekmaatschappij Moed en Volharding speelt hier het nummer Ghostbusters. Bij deze laten wij u ook even meegenieten van de beelden hier binnen in het nieuwe bibliotheekfiliaal. En hier zien we Herman Verbruggen, of beter gekend Markske van de Kampioenen. Hij signeert hier de strips voor de allerkleinsten onder hen. Ja, inderdaad, Herman Verbruggen is hier tamelijk populair zoals je kan zien. Markske van de Kampioenen is een toffe kerel. Als je graag een fotograaf blijft, dan zit je graag een vrouw. Op je foto. Ja. Die schoen van... Ah, hier. Top, merci. Oké. Okay. En Herman Verbruggen trekt hier ruimschoots tijd uit voor het opkomend publiek en ook de pers. Dat is ook zo het geval voor Matthias Vergels, Louis uit Thuis, zoals we hem misschien ook beter kennen. Voor de allerkleinsten stond hier ook een greenscreen, zoals jullie daarnet ook konden zien in deze beelden. En de kinderen konden zich ook laten grimeren. Tot zover deze reportage over de officiële opening van het nieuwe bibliotheekfiliaal. Hopelijk komen jullie ook een deze dagen eens langs. En bij deze nemen wij ook afscheid. Tot een volgende keer.